Goedemorgen, goedemorgen en welkom op deze Lectio Divina van deze zondag van 27 augustus. En vandaag, de laatste zondag van deze maand, willen wij ons laten doordringen door het woord van de Heer. Stil maken, ook tijd maken om de Heer te luisteren. Zijn woord en alles die hij wil tot ons vandaag spreken. Uit de profeet Jesaja. Zo spreekt de Heer tot Shebnab, de overste van de tempel. Ik zal u van uw post verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal ik mijn dienaar roepen, El-Jakim, de zoon van Hilkia, en hem bekleden met uw gewaden, hem tooien met uw scheper, en aan hem uw taak in de handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal ik op mijn schouder leggen. En als hij opent, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand open doen. Ik zal hem vast slaan, als een speker op een vestige plek. En hij wordt een erenzetel voor het huis van zijn vader. Zo spreekt de Almachtige Heer, woord van de Heer. Wij danken God. Hier in het boek van Jesaja zien wij dat de Heer niet tevreden is met de huidige overste van de tempel. En hij zal hem verjagen en hem stoten uit zijn ambt. En God zal een anderen roepen, El-Jakim. En El-Jakim zal de overste van de tempel worden en de Heer zal een ereplaats voor hem geven. Natuurlijk, God zal dat doen omdat de huidige overste van de tempel niet heilig was en zeker was hij niet waardig om dit ambt te beoefenen. En de Heer zal iemand anders kiezen. En hij zelf zal hem bekleden met deze ambt en met deze taak om overste van de tempel te zijn. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De overste van de tempel, de priester van de tempel, is een vader voor het volk. Hij draagt de offers van het volk en hij offert voor hun eigen zonde, maar ook voor de zonde voor zijn volk. En de Heer zal door die priester, door deze dienaar, zijn volk heiligen. Hij kiest altijd een leider, een priester, iemand die voor gaat om door deze persoon het volk te leiden en het volk te heiligen. En dat is tot nu toe zo. Daarom kiest hij mannen uit het volk, roepingen, religieuzen, leiders, altijd herders uit het volk, om het volk te leiden, het volk te heiligen. Psalm 138. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat Gij naar mijn beden hebt geluisterd. Ik zing voor U in alle hemelmachten en werp mij neergebogen naar Uw heiligdom. U prijs ik om Uw goedheid en trouw, want Uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. Wanneer ik tot U riep, hebt hij mij steeds
verhoord. Hij heeft mij altijd nieuwe moed gegeven. Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringen, maar op de trotsen neerziet van omhoog. Uw goedheid blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn beslissingen. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wie kent de gedachten des Heren? Wie is zijn raadsman geweest? Wie kan verhouding eisen voor wat hij God heeft gegeven? Want uit hem en door hem en voor hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid. Amen. Uit het heilige evangelie volgens Matthäus. In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus. En hij werd en hij stelde zijn leerlingen deze vraag. Wie is, volgens de opvattingen van de mensenzoon? Zij antwoorden, sommigen zeggen, Johannes de Doper, anderen, Elia, wie anderen, Jeremia, of een van de profeten. Maar hij, sprak hij tot hen, wie zegt hij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, hij zegt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zegt hij, Simon, Zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn buurt zeg ik u, hij zegt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overheldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. En wat hij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat hij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen dat hij de Christus was. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is de verkiezing van Petrus als deze steenrots. Als de eerste van de apostelen, als de apostel die zal alles ontbinden op aarde, die de Heer Jezus Christus wil ontbinden in de hemel. En dat is interessant, want zoals de eerste lezing, zoals we hebben gelezen in de Easterlezing, zal de Heer ook iemand kiezen voor zijn tempel, voor zijn kerk. En dat is Simon Petrus. En hij kiest door het geloof van Petrus. Hij stelt de vraag, maar hij, wie zegt hij dat ik ben? En Simon Petrus zal beantwoorden, hij zegt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is een geloofbelijdenis van Petrus. En daarom zal de Heer hernamen, zalig zegt hij Simon, Zoon van Jona. Want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En op mijn beurt zeg ik u, hij zegt Petrus. En op deze steenrots
zou ik mijn kerk bouwen. Petrus heeft de Heer erkend als deze Messias, de enige Zoon van God, Christus, de verwachte Christus, de Zoon van de levende God. En Christus erkent Petrus als de steenrots van zijn kerk. En dat is altijd zo. De Heer stelt in vraag, hij roept ons door onze naam en wij antwoorden. En als wij beantwoorden, dat is een teken van geloof, van beschikbaarheid en ook ja, van bereidheid. We willen de Heer volgen, we willen de Heer dienen. Zelfs als wij niet weten alles wat wij moeten doen, maar wij volgen Hem. We willen Hem beantwoorden. En vragen wij vandaag om deze coherentie, dat ons antwoord overeenkomt met wat de Heer voor ons vraagt. En met heel ons hart en met heel onze ziel, Christus volgen, Hem dienen en Hem beminnen boven alles. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.